Donderdag opende wethouder Henk Duinen van de gemeente Leeuwarden het natuur- en wandelgebied Dokkumenlokaaltje aan de Douwe Kalmalene. Het groene gebied tussen de wijken Westeinde en het Valeriuskwartier heeft dit jaar een ware metamorfose ondergaan. Begin 2014 is besloten om met geld van het wijkaanpak Valeriuskwartier het gebied opnieuw in te richten. Bewoners uit beide wijken zijn betrokken geweest bij het bedenken van de plannen. Zo is er een bloemenweide aangelegd die vlinders en bijen aantrekt. Ook de historische waarde van het spoortraject is behouden gebleven door de aanleg van Andreaskruizen en een perron. Deze zijn geplaatst door vrijwilligers van de stichting Noord-Friese Lokaalspoorwegmaatschappij, ook wel bekend als de NFLS. De spoorlijn Leeuwarden-Anjum, ook wel Dokkumenlokaaltje genoemd, was de spoorlijn tussen het station Leeuwarden en het station Dokkum-Aalsum. De slagboom blazen, daar gaat hij. De laatste trein op het traject reed in 1997. Deze kon op dat moment al niet meer verder komen dan Stiens. De rest van het spoor was in de voorgaande jaren al voor een groot gedeelte afgebroken. De NFLS wil met de herontwikkeling van het baanvak het toerisme in Noordoost-Friesland bevorderen. Inderdaad bleek al wel snel dat we niet met een trein of met een spoorfiets dit eerste stuk konden doen. Maar dat geeft niks, want het voorziet toch in een enorme behoefte. Je haalt een stuk cultuurhistorie terug waarbij mensen nu heel plezierig kunnen wandelen en fietsen hierover. Dus het heeft een absolute geweldige functie en mensen kunnen toch terugkijken naar een stukje historie. En dat past ook wel goed in jullie plannen van eigenlijk een multifunctionele beleving van het Dokkumenlokaaltje. Ja, absoluut. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, elke vorm van promotie om het Dokkumenlokaaltje te laten herleven in het Friese. En wellicht op andere trajecten hopen we dus een fietspoortraject te kunnen starten. Kan alleen maar meewerken aan het positieve resultaat. We willen als eerste beginnen een traject aan te leggen tussen Dokkum en Metselaar, omdat daar de ondergrondse infrastructuur van het oude spoor nog aanwezig is. En we zijn ook binnen het tracé tussen Leeuwarden en Arnhem aan het kijken of er wellicht nog ergens anders twee dorpen met elkaar te verbinden zijn. Dus dan betekent dat een verlegging van spoor? Ja, ook zeker. We willen spoorfietsen tussen Dokkum en Metselaar, maar ook tussen andere dorpen. Uiteindelijk willen we gewoon de hele spoorlijn hersteld hebben om te kunnen spoorfietsen tussen Leeuwarden en Arnhem. Ja. Nou, jullie zitten nu op zo'n mooie spoorfiets. Dit zal hem ook moeten gaan worden. Hoe gaat het op zo'n enkel spoor als je tegenliggers krijgt? Nou ja, je wisselt. De dorpjes liggen gemiddeld over de hele lengte zo'n 3 kilometer uit elkaar. Dus als je een uurtje de tijd hebt om de ene kant op te fietsen en daarna een uur de andere kant op, dan is het één richting verkeer. Dan moet je elkaar even opwachten. En het idee is dan dat je tussen alle dorpen onderling heen en weer kan en elke keer weer een dorp verder kunt. Het is ook het aardige wat Chris net zei, dat we eigenlijk in die trajecten bij wijze van spreken twee dorpen of in ieder geval twee leuke punten willen verbinden met elkaar. En dat je dus in dit geval bij een station ook van horeca gelegenheid gebruik kunt maken. Dus dit is eigenlijk nog maar het begin? Dit is het begin, ja zeker. We kunnen nog heel wat verwachten van jullie? Ja zeker. Ja, absoluut. Ja. Prachtig. Nou, dan maken wij het maar weer af.